Leerlingen van de Erde Jagerschool hebben actie gevoerd voor de stichting Make-A-Wish, ofwel Doe een Wens. Gedurende 2 uur haalden ze geld bij elkaar met een klusjesveiling, het verkopen van allerlei lekkernijen en optredens. Voor Faye Kerkley van Make-A-Wish was het bijwonen van de actie een thuiswedstrijd, want het hoofdkantoor staat in Woerden. Nou, Make-A-Wish is een wensvervullende organisatie die wensen vervult voor kinderen met de levensbedreigende ziekte van 3 tot 18 jaar. Een Woerdense organisatie of werken jullie landelijk? We zijn internationaal, zit in 48 landen en het hoofdkantoor zit dus in Woerden. Dus toch een beetje thuiswedstrijd hier? Ja, een beetje wel. De burgemeester is ook aanwezig van Woerden, heb ik net begrepen, dus het is helemaal leuk. Acties voor kinderen met een levensbedreigende ziekte. Wat moet ik daar voor acties bij bedenken? Deze acties dan geld in te zamelen voor Make-A-Wish. En volgens mij hebben ze heitje voor karweitje, ze verkopen dingen, ze doen optredens, maar dan voornamelijk voor hun familieleden. Dus dat is een actie die ze hier op de school verzonnen hebben, maar er zijn zoveel acties te bedenken. Hoe komen die aanvragen, die wensen van die kinderen eigenlijk bij jullie terecht? Ze kunnen zich aanmelden. Dat kunnen ouders doen, familieleden, ziekenhuispersoneel. En dan melden ze zich aan op onze website. Met een beetje hulp van juf Melissa van der Kroon hebben de leerlingen zelf het plan voor hulp aan Make-A-Wish in elkaar gezet. Dat idee is eigenlijk geheel vanuit de kinderen gekomen. Ik heb ze eigenlijk alleen een voorzetje gegeven en zij hebben hem ingekopt. Voor school moest ik een week organiseren waarbij kinderen uitgedaagd werden. Uitdagend onderwijs wordt dat genoemd. En voor dat plan kwam ik dus met een probleem. En dat probleem was, jullie willen iets voor zieke kinderen doen. Wij kunnen zelf niet naar het ziekenhuis toe met z'n 26. Dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat zieke kinderen toch een leuke week, dag, noem het maar op krijgen. En toen zijn ze bij de stichting Make-A-Wish gekomen. Je zegt al met z'n 26. Dat betekent dus dat deze actie eigenlijk is opgezet door, ik denk, 1 groep, hè, van jullie school. Welke groep is dat? Groep 8. Hoe zijn ze te werk gegaan? Als eerste hebben ze samen een plan gemaakt. We hebben de klas in groepjes opgedeeld. En die groepjes hebben allemaal activiteiten bedacht. Uit al die activiteiten hebben wij een keuze gemaakt van wat is realistisch in 2 uur. En daaruit is nu dit programma ontstaan. En waar bestaat het programma vanavond precies uit? Om te beginnen is er een opening door de burgemeester. Kinderen hebben hem zelf gemaild en geïnformeerd over dit project. En hij vond het erg leuk om te komen. Na de opening van de burgemeester hebben we een klusjesveiling. Dus de kinderen hebben zelf bedacht van nou, ik wil ramen wassen of auto's wassen, honden uitlaten, gras maaien. En ouders die kunnen daarop bieden. Dus we hopen dat die veiling omhoog gaat. En daarna geeft Make-A-Wish een korte introductie van wat houdt het in enzovoort. En daarna komen de optredens. Ga je zelf ook nog een klusje doen? Nou, ik ben meer van het snaaien, dus ik zal wel wat lekkers kopen. Oké, je laat de klusjes doen. Precies, ik laat de klusjes doen. Dankjewel. Aan het eind van de avond was het bedrag van 100 euro, waarop gehoopt werd, ruim overschreden. De actie leverde 645 euro op.